Hoi, leuk dat je even komt kijken. Ik ben Annie Rijnvis, ik ben Stampin' Up! Demonstratrice in Zwifterbands. En ik doe vandaag mee met de blogop van de NL-demo's. En daar heb ik deze kaart voor gemaakt. Het thema is verjaardagen. En omdat ik hier die harmonica-vouw in heb zitten, denk ik van, oh, ik maak er gelijk even een filmpje bij. Dan kan iedereen zien hoe je dat doet. Ik heb eigenlijk alles wel voorbereid liggen voor de kaart. Dus we gaan gelijk beginnen. Ik heb een kaartbasis in Flirty Flamingo van 21 bij 14,5 centimeter. En die heb ik gereeld op 10,5 centimeter. Die vouwen we dubbel en trekken we even na. Om de vouw wat scherper te maken met het vouwbeen. Dan hebben we voor op die basis het mooie Fine Art Floral Design Papier. En dan ga ik ook het acetate op gebruiken. Want je hebt daar een aantal vellen in zitten die precies over de afbeelding heen passen. En dat is bij deze afbeelding ook zo. Die ga ik eerst even vastzetten met een paar puntjes Tombow. Vloeibare lijm. Of zal ik het met glue dots doen? Nee, ik doe het wel met deze. Dan leg ik hem even apart, want dat duurt even voordat dat droog is. Dan gaan we daarna beginnen met de binnenkant. Je pakt iedere keer die ondoorzichtige deeltjes van je acetaat, of hoe je het ook uit mag spreken. En dan zet je hem zo meteen vast op de mat voor de basiskaart. Sorry voor zo. Genoeg puntjes. Dan gaan we hem hierop vastzetten. Om de bloem heen. Even een beetje zoeken naar de waar de bloemetjes zitten. Waar die mooi omheen past. Ietsje schuiven. Zo. Deze zit. Die laat ik even rustig liggen met de basis. Dan gaan we eerst de binnenkant doen. Daar heb ik overigens wel eventjes de rilsnijmachine voor nodig. Die pak ik erbij. Hij is al gesneden op maat. Deze is 25 bij 14 centimeter. En die gaan we rillen. Op. En 5 centimeter. Op 7,5 centimeter. Op 10. Op 12,5. Even goed kijken. 12,5 en 15. 17,5. 20. Oh, niet te snel. Ik ging iets te ver. 20. En dan houden we aan deze kant ook 5 centimeter over. Die is gerild. Het is overigens de achterkant van wat we hebben als mat op de voorkant van de kaart. En dan ga je hem om en omvouwen. Dus je vouwt hem deze kant op. Als een soort muizen, als een soort trappetje, krijg je dan een trapschema. Die gaat weer naar buiten. Deze gaat weer naar binnen. Berg en dal. En ik weet dat je officieel anders moet rillen, maar omdat dit papier niet zo dik is, is dat prima te doen zo. En die gaat weer. En deze gaat weer. Dan heb je in principe je binnenkant ook al klaar. Zo. Dan krijg je dit. Heel voorzichtig die mat eventjes wegleggen. Zo. En dan gaan we dit aan de binnenkant van de kaart plakken. Deze komt boven die rillijn te liggen. En we gaan er even netjes een randje aan allebei de kanten omheen houden. Wat je normaal eigenlijk ook doet met een matje, hè?
Gewoon een kwart centimeter ongeveer. Want dat is een beetje de maat. Ik moet eventjes wat tombo op de kaart smeren. Zo. Dus die houden we eventjes aan als richtlijn. En dan pakken we deze om een beetje recht graag. Zo, die kant zit goed. Dan doen we bij de andere kant hetzelfde. Even wat tombo erop. Vloeibare lijm, wat je ook al lijm gebruikt. En zorg dat deze goed boven het midden blijft. Ook zo hoor. En dan hier weer dat kwart centimeter randje. Hier is die niet helemaal lekker. Zo, ik denk dat ik zo wel tevreden kan zijn. Ja. Zo ziet hij aardig goed. Dan heb je je binnenkaartje ook klaar. Ik ga eens even kijken hoe ver deze is. Dat zit vast. Dus die kan ook vast op de voorkant. En dan is het eigenlijk een kwestie van even invullen met teksten en versiering. En dan ben je al klaar. Zo simpel gaat dat. Heel eenvoudig, heb je een hartstikke leuk kaartje. Ik heb hier voor de voorkant nog een extra bloemetje gesneden. Die komt hier nog overheen. Daar zet ik zo ook de tekst op. Ik denk dat ik deze even vast ga zetten met dimensionals. Dat hij ietsje om... Nee, kloedels zet ik hem mee vast. Dubbele kloedels. Heb ik mijn prikpen even nodig. Prikpensoep gemaakt. Oh nee, niet. Hier staat hij. Dubbele glue dot. Hier één. Een dubbele dan. En onder alle bloemen doe ik er twee. Dan zit hij wel stevig genoeg vast. Daar nog één, hier in het midden nog één. Zo. Hoppatee. Die zetten we er zo wat schuin overheen. Dat ook dat goud nog goed zichtbaar blijft. En dan heb ik een. De banner komt uit de Floral Hard Dyes. En die kun je leuk ietsje omvouwen. En er past precies het van harte gefeliciteerd in. Uit Volle Vrienden dacht ik dat het was. Ik heb hier de stempelset niet liggen. Nou, dat zet ik er straks wel eventjes onder het filmpje. En dan die even dubbelvouwen. Dan komt die automatisch omhoog. En die zet ik ook even vast met twee glue dotjes. Nu zet ik iets schuin over het bloempje. En dan zou je er ook nog goudlint onder kunnen doen en allerlei bling bling. Maar ik vind die kaart eigenlijk zo wel genoeg van zichzelf hebben. Dus ik ga dat niet doen. Hier een dubbele glue dot onder. En toen zat mijn vinger vast. En deze zet ik hier gewoon zo. Bam, bam. Zo. Nee, dat vind ik niet mooi. Dat is voordeel van acetat. Acetaat. Dan kun je hem ietsje opzetten nog. Dan kun je hem echt wel een beetje... Je kan hem ietsje platter hebben. Zo. Juist. Ja. Zo
Zo vind ik hem leuk. En dan gaan we aan de binnenkant eens een keer geen cirkeltjes doen, maar bloemen. En dan denk ik dat ik die ene bloem nog niet uitgestanst heb. Dat klopt. Ja, die ben ik vergeten uit te stansen. Nou, wilde ik... Ja, ik ga dat ook doen. Ik ga die blaadjes eraf knippen. Dus dit takje gaat eraf. Dat takje gaat eraf. Want ik wil eigenlijk alleen het bloemetje hebben. Zo. En ik... Ja, die kan wel met... Even kijken, hoe ga ik hem vastzetten? Zo. Ja, zo. En dat doe ik in alle drie de laagjes. Dus dan moet ik als een speer ook dat andere bloemetje nog even uitstansen. Maar dat doe ik niet voor het filmpje. Dat doe ik later wel. Zo. Ja, goed gedaan. Die zit. En dan zie je op mijn blog wel hoe de kaart geworden is. Want ik zal hem ook op het blog erbij zetten. Als hij helemaal af is. Dan moet ik wel voorzichtig zijn hoe ik die... Ja, hier. Deze doe ik onderaan. En dan komt er straks nog een bloem tussenin. En misschien doe ik daar ook nog wel wat tekst bij. Deze dan vind ik gelijk heel anders als die andere kaart. Wel zo leuk als je twee verschillende kaartjes hebt. En dan... Doe je hem zo dicht. Dat is het kaartje. Dat is hem geworden. Deze stans ik zo nog even uit. En op mijn blog zal je zien hoe het geheel geworden is.